Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Je kunt het al misschien op de achterkant zien. Ik ben bij een grote oefening hier in Leiden en we gaan vandaag meekijken. Dus ik heb een vrije rol om voor jullie wat mooie beelden te maken. En het is een oefening waarbij politie, brandweer, gemeente en eigenlijk allerlei hulpdiensten samen proberen te werken om te kijken van hoe kunnen we het beste zo'n ramp eigenlijk bestrijden. In dit geval zal de ramp of een terroristische aanslag zijn. Dus ik ben benieuwd en we gaan. Ik zie heel veel figuranten die binnenkomen. Er doen ook heel veel mensen mee. Ik heb hier een hele mooie flyer. Daar kan ik even oplezen wie er allemaal meedoen. In ieder geval de politie, de brandweer, de ambulancedienst, de gemeente Leiden en het LUMC. Dat is hier natuurlijk het Leidse Medisch Centrum, geloof ik, als ik het goed zeg. Ja, dat klopt inderdaad. Daar staan we nu ook middenin. En daar gaan we de oefening draaien. En zoals ik eerder zei, het zal een terroristische oefening doen. Maar we gaan ons eerst even voorbereiden. We moeten een briefing doen en dan gaan we draaien. We zitten inmiddels hier in de grote collegezaal, dus volgens mij voor de briefing. En we zijn zojuist naar binnen gegaan uiteraard. Ik heb aangemeld. En wat grappig om te zien is, of grappig, het zijn niet grappig, het heeft een hele logische reden. Er staan straks collega's in uniform die de echte oefening draaien. Dus voor hun is het heel realistisch. En eromheen zullen er allemaal acteurs zijn, loten slachtoffers, figuranten die een bepaalde rol in hebben. En eigenlijk voor de mensen die er niet bij horen, daar hebben ze vestjes. In mijn geval heb ik een heel mooi vestje gehad in het wit, dus ik geloof een beetje grijs. Daar zit in ieder geval dat ik van de media in dit geval bent. Maar zo heb je collega's die een blauw vestje die zitten hiernaast aan hebben. Daar staat bijvoorbeeld oefenleiding op. En zo heb je BHV'ers die voor de veiligheid zorgen. En zo heb je er nog een paar. Dus die zullen we straks in beeld zien. Daar zal ik wat meer uitleg over geven. Ik ben net even bezig kijken bij de lotenslachtoffers. Wat grappig om te zien hoe ze die verwondingen helemaal zo echt mogelijk maken. En ik zei oneerbiedig sminken. Maar het is, als ik het goed uitspreek, Griemen geloof ik. Anders zet ik het even in de ondertiteling erbij. Maar die zijn dus eigenlijk de schotwonden en andere verwondingen zichtbaar aan het maken. Zodat het zo realistisch mogelijk is. En je kunt het hier op de achtergrond een beetje horen. Het is waarschijnlijk wat rumoerig. Maar we gaan nu naar de algemene briefing voor iedereen die als acteur, figurant of een bepaalde rol heeft tijdens de oefening. Behalve voor de collega's die de oefening echt moeten draaien. Die zijn niet aanwezig. Dus we gaan nu eerst even de briefing bijwonen. En dan gaan we straks beginnen. De veiligheid, de persoonlijke eigendom die wij hebben hier al een hele woord op gegeven. Die wapens. We zijn inmiddels klaar met de briefing voor de actie, of voor de oefening moet ik eigenlijk zeggen. En wat ik heb begrepen als eerste wat er gaat gebeuren, staat hier een auto op het voorplein. En die zal onder brand gaan en er zal daarop gereageerd worden door alle hulpdiensten. En voor de rest is het eigenlijk nog heel erg onbekend. Ik weet dat er een aantal verdachten zijn die hierna wat gaan doen. Maar goed, iedereen gaat nu zijn positie innemen. En dan gaat de oefening beginnen. En wat ik wel nog even wil vertellen is dat we gaan niet laten zien hoe we bepaalde procedures natuurlijk doen. Want dat willen we een beetje geheim houden of in ieder geval niet prijsgeven. Dus ik zal voornamelijk wat beelden laten zien hoe het loopt. Maar hoe we dat doen, dat laat ik in ieder geval niet zien. En wat ik nu eigenlijk even ga doen, is de verdachten opzoeken. En dan ga ik vragen of ze een GoPro'tje willen omhangen. Misschien dat een mooi beeld oplevert. Zo, dat ziet er AT-technisch uit. Dit is in ieder geval het oefenwapen. Nou, zoals jullie weten is dat blauw, wat je ook bij de kleine wapens ziet. En er zit een knalpatroon in, dus er komen dus geen echt patroon uit. En hier hebben we nog het kleine blauwe wapen. Hij heeft in ieder geval de GoPro om en ik hoop dat hij heel blijft. Want ik heb het gevoel dat de AT's hier denk ik wel op de grond gooien. Wat denk je zelf? Denk het wel. Nou ja, blauwe wapens bij je. Succes man. Ja, dankjewel. Iedereen is bijna in zijn positie en de verdachten zijn voorbereid. Je kon het al zien, de blauwe wapens, in ieder geval een veiligheidsvest en bivakmuts om het allemaal zo realistisch mogelijk te houden. En hierachter wordt de auto in ieder geval klaargemaakt voor het in scène zetten van het ongeval waar het allemaal mee gaat beginnen. En zoals ik al zei, de collega's krijgen alleen een melding dat er een ongeval is, moeten daarop handelen. Of daarna gebeurt er van alles wat ze niet weten en dan wordt er gekeken hoe eigenlijk alle disciplines samenwerken. Wat doet de politie, wat doet de brandweer, wat doet de ambulance en wat komt er nog meer bij kijken? Want ik heb al gezien dat er nog meer diensten zijn, maar dat geef je straks in de video zien. Dus nu even wachten en dan gaan we zo draaien, gaan we beginnen en we gaan een mooie locatie zoeken. Zo, de demo-auto staat inmiddels in de brand, goed in de hands. En de melding is bij de collega's binnengekomen en nu is het wachten, wat gaat er gebeuren? En je ziet daar rechtsachter, kan dat wel een beetje zijn. Of draaien moet ik zeggen, zie ik al een vrouw, dat is waarschijnlijk het slachtoffer. En ondertussen tijdens het wachten wat uitleg over de hesjes. Hier zie je de blauwe hesjes, dat is in ieder geval de oefenleiding. En die meneer heeft een wit hesje aan, dat is in ieder geval de, zoals ik eerder al zei, de media.
En hier hebben we de heren met de rode vestjes. Dat zijn waarnemers, in dit geval zijn de heren van de brandweer. En die nemen ook waar. Ze hebben dus niet echt een actieve rol voor bij demonstratie. Die zijn gewoon vanuit hun vakgebied, dus in dit geval vanuit de brandweer, heen gestuurd om de oefeningen waar te nemen en later tijdstip terug te kijken van welke dingen moeten we anders doen, wat gaat beter. Vandaar de waarnemersrol. Collega's zijn inmiddels te plaatsen en ze gaan richting het voertuig. Nou, collega's omverwerpen zich om het slachtoffer. Ik zie dat er ook wat bikers te plaats komen. Die beginnen wat gebied te ontruimen. Het voertuig staat nog steeds in de brand. Dus daarvoor is natuurlijk wachten voor op de brandweer uiteraard. Waar kwam die auto vandaan? Ja, die kwam hier uit het parkeervak. Dus tegenaan. Welk parkeervak? Ja, hier, het parkeervak. Dus heeft u gezien hoeveel mensen er in het voertuig zouden doorlopen? Ik kan het misschien al horen, ze spreken met een van de getuigen en die geeft aan dat het voertuig bewust tegen het slachtoffer aangereden is. Dus dan heb je al te maken nu met een strafbaar feit. Dus dat betekent ook voor de collega's optreden nu en handelen. En zoals ik al zie, collega's zijn bezig met de slachtoffer te behandelen. Andere collega's met de getuigen in gesprek. En een derde collega hier is wat gebied te ontruimen, zodat het veilig is. En voornamelijk nu alleen nog maar politie aanwezig. Ik zie nog geen andere hulpdiensten. Want je zal ongetwijfeld onderweg zijn. Nou, inmiddels is de brand er ook ter plaatse en 2-3 man rennen aan het voertuig. Ik weet niet of je de beelden konden zien, maar achter op de achtergrond zijn inmiddels de verdachten naar buiten gaan. Je ziet er van alles gebeuren, de brandweer die trekt zich terug. Oké, wat er nou zojuist gebeurd is, de verdachte die kwam met een vuurwapen naar buiten. En de collega's hebben hier kort overleg gehad van wat gaan we nu doen. Ondertussen houden 2 collega's nog steeds bezig met het slachtoffer. En ze zien dus nu ook dat er allemaal slachtoffers in het pand zitten en ze gaan handelen. Het ging al heel snel, ik hoop dat het een beetje te zien is op de beelden, maar we zijn inmiddels in het pand. En om ons heen wordt nog steeds geschoten. Dat zijn in ieder geval de terroristen die in het gebouw zijn die mensen neerschieten, daar komt het op neer. En de collega's hebben zich helaas toch terug moeten trekken, omdat het gewoon niet veilig was. Dus die zijn hopelijk nu buiten een plan aan het maken om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Samen met alle andere instanties en eenheden. En ondertussen lopen er allemaal slachtoffers heen, rennen door het pand. Mensen die spelen dat ze neer zijn geschoten. En veel herrie vooral. Rook, zo'n ding in de fik hier. Uitgangen. Attention, attention. Please leave the building immediately through the exits and emergency exits. Ik weet niet of het een beetje te zien is op de beelden, maar inmiddels is de heli ook in de lucht. Net ook deel aan de oefening. En die stuurt natuurlijk alle info richting de meldkamer, de collega's op straat. Communicatie zo kort mogelijk te houden. Dit is al een minuut geleden over. Ja, 1 minuut geleden. En waar ligt de explosie? Als je het kunt zien is inmiddels een hele batterij aan ambulances ook gearriveerd. Alleen die moet natuurlijk wachten tot het allemaal veilig is. Dus in dit geval stellen ze zich op om te wachten tot het sein veilig door de politie gegeven is. Mijn collega's hebben ze allemaal verdekt opgesteld. Inmiddels is de auto redelijk geblust. En daar zijn alle waarnemers. Ja, en dan is het wachten tot de actie gaat gebeuren, tot het plan bedacht is wat de beste oplossing kan zijn. Welcome.
Lopen. Lopen. Het is natuurlijk een super lastige situatie en buiten staan als politieagent en alle hulpdiensten wil je graag wat doen. Maar ja, je moet het wel zo fijn en goed mogelijk kunnen doen. Ja, en dat kost tijd. En tijd heb je eigenlijk niet. Dus wat ze proberen is ook nu, ze sturen af en toe één slachtoffer naar buiten. Speelt natuurlijk. En die wordt voor de deur dan neergeschoten. Zodat de collega's op straat de druk voelen van jongens, het moet gehandeld worden. Ja, en toch moet je dan buiten eerst echt een plan hebben. Ik heb moeilijk in je eentje naar binnen stormen of met z'n vieren. Als je geen plan hebt, zal ik maar zeggen. Ja, ik heb het al een paar keer gehaald. Dus dat is nu eigenlijk wat ze proberen in scène te zetten. Buiten zijn ze heel druk bezig, alle diensten. Ik zie ambulance en er worden wat mensen van straat gehaald. En ja, ondertussen... is het wachten wat er gaat komen. Ja. Beweging bij de deur. Beweging bij de deur. Jo, wat man, hè? Uitgeschakeld, zullen we het noemen. Ik hoop het een beetje te horen is door de herrie. Maar er is nog één verdachte in een pand of terrorist aanwezig. En die heeft in dit geval ook echt wat mensen gegijzeld. Ze zijn een beetje halverwege de fase. Ze zijn de eerste verdieping geweest, hebben een aantal mensen uitgeschakeld. En ja, dus nu kijken hoe ze de andere terrorist uitschakelen. En er gebeurt buiten natuurlijk van alles met alle andere diensten. Alleen daar kan ik nu even niet bij zijn. Maar er zal ongetwijfeld heel veel gebeuren daar. Nou, onmiddellijk te verlaten via de uitgang. Het zit nog steeds halfweg in een oefening. Zoals je kunt zien zijn er heel veel slachtoffers. In ieder geval heel veel acteurs hier te spelen. Maar het ziet er echt super realistisch uit. Heel veel de loodslachtoffers natuurlijk met de verwondingen. En voor nu is het eigenlijk het gebied schonen wat ze volgens mij aan het doen zijn. Om te kijken of het echt helemaal veilig is. Dat doen ze dus in combinatie van specialistische eenheden en politiecollega's. Ik noem het even politiecollega's, maar in ieder geval de straatdiener om het beter te benoemen. Maar ja, je moet heel goed kunnen schakelen tussen paniek van slachtoffers en ja, je taak. Hè. Het belangrijkste is natuurlijk de veiligheid garanderen. Als dat geregeld is, dan kun je daarna om slachtoffers bekommeren. En nou, ik hoop het dan een beetje storen door de herrie, want die blijft natuurlijk op de achtergrond. Dan gaan we weer verder kijken. Met die bombers gaan beginnen, wil ik eerst die lui weg hebben. Het mooiste is dat je bij de oefening ook kunt zien dat de waarnemers en de trainers en de IPT-docenten, ik had hier even wat een beeld en eerder ook, gelijk on the job, op een gegeven moment even momenten aannemen om te zeggen van hé, kunnen we dit niet beter anders doen? Dus eigenlijk gelijk trainen, aanspreken, feedback geven. Dus daardoor duurt de oefening misschien ook wat langer, omdat er steeds ook ja, wordt geleerd. Hè? Dat is de bedoeling van de oefening uiteraard. Dat is ook wel heel mooi om te zien, vind ik natuurlijk persoonlijk. En dat is nu eigenlijk een soort status quo. Het lijkt alsof ze de verdachten hebben uitgeschakeld. Maar ja, dat weet je nooit zeker. Dus het is even uit afwachten hoe dat verder verloopt en wat ze nu gaan doen. Hè? Die slachtoffers moeten uiteindelijk naar buiten. En dan kun je met 100% zekerheid zeggen dat hij veilig is. Er is misschien een bom neergelegd, hè? Je weet het niet. Dus ja, wat ga je nu doen, hè? Dat is de grote vraag en we gaan het zien. Zo, ondertussen loop ik even richting, of naar buiten. Ik ben buiten, zoals je kunt zien. Want dit is voornamelijk heel erg politioneel wat je allemaal ziet. Maar je kunt je voorstellen dat er heel veel instanties, zoals ik eerder al zei, samenwerken met deze oefening. Ik zie hier in de verte al wat brandweer en ambulance. Dan weet ik niet zeker of ze nou echt met de oefening bezig zijn of gewoon een soort debriefing. Maar we gaan eens eventjes kijken. Al het medisch personeel en de brandweer is aan het voorbrieven. We zijn aan het wachten tot het sein veilig is en dan gaan ze straks de slachtoffers naar buiten halen.
En dat zal in combinatie met de brandweer zijn. En wat ik volgens mij wel eens eerder begrepen heb, is dat wel dat de slachtoffers naar buiten gaan en niet binnen behandeld worden. Dus zo snel mogelijk naar buiten en dan in de ambulance of buiten kijken welke middelen en dingen er nodig zijn. En hier zie je uiteindelijk met blauwe hesjes aan, het zijn natuurlijk de oefenlijn, die hoort niet bij. Maar daarachter alle OVD's, de OVD Goor en die OVD van de brandweer, die nu aan het afspraken maken zijn en aan het coördineren. De brandweer gaat mee naar binnen om ons te begeleiden. Dat is één. Twee, de SIH is veilig. Daar kunnen we de patiënten naartoe. En de Buurmazaal op één hoog, daar gaat het gewondenis plaatsvinden. Gaan we doen, zeker met politie, want dan gaan we het doen. Oké, dit is wel een mooi moment. Het zijn veilig is aangebroken. Er gebeurt van alles omheen, dus ik hoop niet te horen is. Volgens mij gaan ze ook werken met triages, wat ik begrepen heb. En dat is dus categoriseren wie er echt de meeste hulp nodig heeft en, tot aan het minste hulp. En dus ambulance en brandweer gaan naar binnen. Afstemmen nog eventjes. De slachtoffers die nog zelfstandig kunnen lopen, die gaan natuurlijk zelfstandig naar buiten. En ondertussen gaan de hulpdiensten naar binnen. Je ziet het, brandweer, ambulance, MMT en overal bewaking van politie. Waarschijnlijk is hij daarom. Oké, nou oké. Mag ik hier nog bij? Ja, Kruisman. Je kunt het al zien op de beelden. De ambulancepersoneel zou met brandweer mensen controleren, slachtoffers. Ja, sommige die helaas overleden zijn worden gemarkeerd. Dus dan weet je in ieder geval dat die voorlopig even kan blijven liggen. Ja, want je gaat eerst de mensen helpen die nog een kans hebben. Het kan ook natuurlijk heel luguber zijn, maar ja, je moet prioriteiten stellen. Dat is wat er eigenlijk nu allemaal gebeurt. Dus we doen een soort, ik ben geen medische kenner, maar ik denk dat ze een soort eerste first check doen. Zo ziet er ongeveer uit. Kijken waarschijnlijk of er geen schotwonden heeft en dat soort zaken. Ja, dat had ik natuurlijk. Ik heb een overzicht. We hebben nog bij een fantastische oefening voor ons kiezer gekregen. In die zin fantastisch dat hij een ontzettend veel leermomenten in zich draagt en heel realistisch was opgezet. Ik hoop dat iedereen het wel kan benadrukken dat we allemaal wel voor een groot dilemma zijn geplaatst van hoe gaan we dit nou oplossen. Dat was het juiste moment. En ik was erg blij dat de politie is van de brandweer naartoe. Jan, die krijgt waarschijnlijk over 2 of 5 minuten te zijn veilig. Ik vond het heel interessant, veel geleerd. En zeker zie ik dat de politie heel erg druk is, want ik snap, hè, dat heeft de meeste impact. En dat is eigenlijk het hele dilemma waar Gijs en alle mensen hier liepen, of je nou wat je functie ook had, iedereen voelde, we moeten hier meer doen als wat we nu doen. Maar ja, dat is daar wel het dilemma. Zo, daar zitten we dan. We hebben net de briefing gehad en volgens mij was iedereen enthousiast, of niet? Ja. Mijn stem zo gaaf, hoorde je dat? Absoluut, iedereen was enthousiast. Iedereen was enthousiast. Ja. Hey, maar voor de kijkers, want ze hebben hier misschien net de oefening zien lopen. Jij hebt dit georganiseerd? Ik heb dit georganiseerd, ja. Ik probeer eigenlijk meerdere keren per jaar een oefening te organiseren. Ja. Dit was wel een hele grote, hoor, moet ik zeggen. Met de partners, hè, de brandweer, de politie, de ambulance, de gemeente is erbij betrokken. En het LUMC natuurlijk, maar ook de beveiligers van het LUMC, de BHV'ers. Dus de bedrijfshulpverlening en alle personen die ermee te maken hebben, die er allemaal mee moeten oefenen. Ja. Ja, wij zeggen dat bij de briefing zagen dat misschien de beeld zien super veel mensen. En volgens mij 200 figuranten of zo. Zijn lotuspoppen, proper mensen. Ja, lotuslachtoffers hebben we geregeld. 25 lotuslachtoffers zijn er geweest. Dus die zijn ook professioneel gesminkt, hè, met schotwonden. En, sminken mag niet, hè? Griemen. Griemen. Griemen, ja, ik kreeg al een flikker net. Ja, griemen is het. Griemen, ja. Sorry. En verder hebben we studentenverenigingen benaderd hier uit de wijk. We hebben mbo-scholieren van veiligheidsopleidingen hebben we benaderd. Of zij willen meedoen als tegenspel. Nou, en vanuit verschillende disciplines zijn allemaal aanmeldingen geweest om te fungeren als tegenspel. En die zijn allemaal gekomen. En ook allemaal super enthousiast. Ja. Volle aula was er boven. Ja. Collegezaal. Ja. Oké, maar dit is dus eigenlijk wel een oefening geweest op een terroristische aanslag. Hè? Ja. En doen we dat nou vaak hier zo, of is het een beetje eenheid verschillend? We hebben natuurlijk als politie heb je een aantal keren per jaar oefen je op onze vaste IBT-centra. Mm-hmm. Maar ik heb zoiets van, ja, het is gewoon leuker en realistischer. Ja. En je behoudt je doel er beter mee om echt in de praktijk te trainen. Om te oefenen in een gebouw bij jou in de wijk. Dus als het een keer voor het in het echt gebeurt, dan weet je waar je moet zijn en hoe je moet handelen. Dat is gewoon alleen maar pluspunten. Ja, vond ik wel mooi te zien, want je had nu het Leids
Universitair Medisch Centrum en het hele gebied omheen. Ik wist trouwens niet eens dat het zo groot was, maar dat was voor mij ook weer nieuw. Ja. Maar die waren ook bij betrokken en dan zie je hoe die samenwerking gaat inderdaad het gebied. Stel je wat er gebeurt, dan heb je al een beetje een beeld bij hoe het kan zijn. Ja. Dus volgens mij wel een geslaagde oefening. En absoluut. Ik heb heel veel dingen bij de briefing gehoord, of de debriefing moet ik zeggen. Ja, en dat willen we eigenlijk niet vertellen, want we willen ook niet alles prijsgeven, onze tactieken daarin. Nee. Dus dat laat ik achterwege, maar volgens mij een geslaagde dag. Absoluut. En dan bedankt weer voor de uitnodiging. Jij bedankt voor het komen. Graag gedaan. Helemaal goed. Nou, en voor jullie, vond je een leuke video, laat nog even een duimpje omhoog. En abonneer als je het niet gedaan hebt, dan zie ik je de volgende keer. Later.